Welkom allemaal op deze volmaanreading. Natuurlijk gebruiken we dan een mooi deck van de volmaan ervoor. En ik gebruik deze keer de Queen of the Moon Oracle. Fijn dat jullie er weer bij zijn. Allereerst wil ik jullie bedanken voor de vele likes. Jullie steunen op het kanaal. Het delen van de filmpjes, het abonneren, het doneren. De liefdevolle, warme reacties, maar natuurlijk ook de vele aanvragen voor privéledingen en verlengingen. Super lief, dankjewel daarvoor. Ook dat alles goed en wel met je gaat, dat je gezond mag zijn en gelukkig. Ik gebruik ook vandaag het tarot, dat is de tarot der goden, Nederlands deck. Alle nieuwe kijkers, wees van harte welkom. Kijk eventjes of het resoneert. Vaak helpt het als je je abonneert, want er zit namelijk jouw energie in het kanaal. Bovendien, als je op het belletje klikt, hoef je niks meer te missen. Ik maak meerdere readingen op een dag. Ik werk ook op zaterdag en op zondag. Dus dan ben je helemaal bij. Ga gauw kijken. Hier zitten de kaarten in. Voor de volle maan. Benieuwd. Attraction and protection. Dus aantrekkingskracht en bescherming. Attraction is kaart 44. Maak 8. Het meeste getal. En protection, bescherming, is kaart 6. Twee prachtige kaarten. Ik zal ze even laten zien. Wat een beetje te zien is, ons zijn glanzende kaarten. Ik krijg bij die attraction card, bij die aantrekkingskracht, krijg ik door de volle maan die eraan zit te komen. Krijgt iemand, of jijzelf, wordt heel erg aangetrokken tot een andere persoon. Iemand van wie je al heel veel gevoelens en liefde hebt. En dat is eigenlijk een cyclus waar je in zit. Jullie hebben misschien wel geen contact meer. Maar die cyclus die blijft maar ronddollen, want je kan die persoon niet vergeten. En door deze volle maan wordt die aantrekkingskracht tussen jullie beiden versterkt. En dat heeft namelijk een doel. Jullie moeten op den duur samen gaan werken. Dit is een belangrijke connectie. En Spirit proberen nu op deze manier jullie beiden of één van beiden zover te krijgen om los te raken uit de situatie waar hij of zij in zit. Je mag losraken, krijg ik door bij deze kaart. Heb vertrouwen, heb zelfvertrouwen, heb zelfrespect. Je werkt er keihard voor. Voor jezelf te helen, voor de liefde te mogen ontvangen. Maar je gaat gebukt in een situatie waar je geen liefde ontvangt. Dus Spirit zegt eigenlijk van, als jij die aantrekkingskracht en dan in het bijzonder met de volle maan voelt, misschien dat jou extra een push geeft om uit een andere situatie waar jij niet gelukkig bent, om daar uit te komen. We gaan eens even verder op inkijken. Het een beetje zichtbaar is. Nou, weg. Ja, het is iemand die is bang om een uitglijder te maken. Iemand die niet zelfzeker is en daarom de stap niet durft te zetten. Ook zie ik in de eerste rij allemaal zwaarden.
betekent dat deze persoon heel veel aan het overdenken is, heel veel in het hoofd zit, heel veel door angsten laat leiden en daarom vastzit, gebukt gaat in een situatie waar zij niet happy in voelen. Nou, we beginnen eigenlijk al met een mooie kaart, hè? Ook alweer een zwaarde, met een 9 van zwaarden. Je weet en je voelt die aantrekkingskracht voor die ander. Je weet dat je gevoel wil gaan volgen, maar je zit in een andere situatie vast. Tenminste, dat is het gevoel. En je peinst maar en je peinst maar van hoe kom ik hier uit? Ook leg je af en toe te dromen van het grote nieuwe begin met die ander. En door dat te doen, doe je eigenlijk onbewust de ander manifesteren. Voor degenen die dat niet weten. Maar daarentegen krijg je ook heel veel innerlijk conflict, want je zit natuurlijk bij een ander. En je denkt aan weer iemand anders. Het kan zelfs ook zo zijn dat je heel vaak ook ruzie hebt. Partner. En dat ook zo zijn nodige tol eist. We gaan kijken. We hebben dus de Ridder van Zwaarden. We hebben de Zeven van Zwaarden. We hebben de Koning van Zwaarden, wat ik al zei, heel veel in het hoofd. Dan hebben we de Twee van Staven, wat heel logisch is. Je moet een keuze gaan maken. De Schildknaap van Staven. En de Aas van Kelk, een keuze maken zodat er dus een nieuwe start in de liefde kan komen. We hebben de Zes van Kelken, we hebben de Negen van Staven en we hebben de Twee van Zwaarden. Kan goed zijn, lieve kijker, als dit voor je resoneert, dat je veel lucht in je ascendant hebt of in je sterrenbeeld. Kan ook zijn dat jouw partner heel veel lucht in zijn of haar ascendant heeft, of degene waar jij gevoelens voor hebt. Even een slokje thee. Het is nog heel vroeg. Misschien hoor je het ook al een beetje aan mijn stem. Maar door de kittens heb ik nodige achterstand opgelopen met video's maken voor online. Dus ben ik maar wat vroeger uit mijn bed gestapt, ondanks dat ik ontzettend moe ben. Omdat ik nog altijd de nachten ook wakker ben om de kittens te voeden. Maar goed, ik doe dit super graag. Ik ben trouw aan mijn abonnees en vandaar dat ik mij extra daarvoor inzet. Bovendien, alle mensen die privé-reading hebben aangevraagd, jullie weten dat ik die gewoon met voorrang laat doorgaan. Want ja, als je netjes betaalt, dan wil ik daar natuurlijk ook ja, de mensen in tegemoet schieten dat die dan netjes hun reading krijgen. Dus die hebben geen vertraging. Maar dat gezegd hebbende. Ik krijg ook het gevoel van deze persoon die gebukt gaat in een huwelijk of in een relatie, die niet happy is, dat die keuzes moet maken. Die moet gaan prioriteren. Wat vind ik belangrijk? En dat wat hij of zij belangrijk vindt, daar moet hij of zij ook naar gaan handelen en in gaan geloven. Daar ook op keuzes op baseren. Ik zie de Ridder van Zwaarden, dus ik heb het gevoel dat er contact is, dat er berichten worden uitgewisseld en dat kan via Zoom, dat kan via sociale media, dat kan via WhatsApp en weet ik het wat je allemaal nog hebt. Maar er is contact tussen deze persoon die dus zeg maar in een connectie zit waar hij of zij niet happy is. En die ander waar zij heel veel aantrekkingskracht toe voelen. Eigenlijk doen ze zichzelf tekort. Doen ze zichzelf in de maling nemen door in die connectie te blijven zitten waar ze niet happy in zijn. Ze moeten de daadkracht, de moed en de angst onderdrukken om uiteindelijk te gaan communiceren om die waarheid te vertellen en ook in actie te komen en te zeggen van goh,
Ik ben niet meer happy in dit huwelijk of in deze connectie. Ik wil stoppen. Ik wil gaan scheiden of ik wil uit elkaar gaan. Dat speelt al een langere tijd in het hoofd van deze persoon, want dat zien we hierin terug. Dromen van dat nieuwe grote begin, maar dat innerlijke conflict, het ego, de angst die dat tegenhoudt. Maar uiteindelijk kan het goed zijn met de nieuwe maan, dat er echt een keuze moet worden gemaakt, dat die aantrekkingskracht zo groot wordt, dat ja, dat spirit als het ware, het universum jou als het ware gaat dwingen om een keuze te maken. Dat kan dan wel betekenen een hele nieuwe start. Een schildknaap, dat is een hele nieuwe begin. Het kan zijn misschien dat je vroeger vanuit huis getrouwd bent. Of dat je niet beter weet als zijnde dat je in deze connectie zit. Dus dat het een hele nieuwe situatie voor je wordt als je gaat, als je daarvan gaat verwijderen, als je alleen komt te staan. Dat vergt heel veel zelfliefde, maar die heb je in je zitten. Het is nu nog, zeg maar, de kracht en de moed verzamelen om dat ook aan jouw huidige partner uit te spreken. Je weet dat je een keuze moet maken, omdat die ander waar jij dus die aantrekkingskracht toe voelt, dat is een soulmate. Jij ziet daar ook de toekomst mee. Je ziet, je voelt ook dat het een vertrouwde connectie is. Een connectie die heel warm en liefdevol aanvoelt. Kan ook een past life connectie zijn. Maar op de een of andere manier, door de angst, blijf jij je vastklampen aan een situatie waar eigenlijk niemand door gebaat is. Jijzelf niet in eerste instantie, omdat je jezelf eigenlijk bedriegt, omdat je niet gelukkig bent. De ander ook niet, omdat ja, die merkt vanzelf ook wel dat dat hij of zij in een connectie zit met iemand die niet wil. En bovendien nu kan je gewoon bij die soulmate zijn. En dat is natuurlijk ontzettend zonde om dan vast te houden aan iets puur uit angst of uit ego. Toch heb ik het gevoel dat er een bepaalde communicatie gaat komen, waardoor er dus een start komt in de liefde. En dat is iets wat deze persoon niet aan ziet komen. Dus er gaat iets plaatsvinden met de volle maan, wat een verrassingseffect heeft. Ik weet niet of het wel zo positief is of niet, maar want we hebben hier natuurlijk ook die conflictkaart liggen. Het kan best zijn dat er een start wordt geforceerd door spirit, door het universum. En dat dat wel eens voor een flink conflict kan gaan zorgen. Maar, en dat jij dat niet ziet aankomen, maar dat uiteindelijk wel gaat leiden tot die nieuwe start met die soulmate. Dus wat ik doorkrijg. Mag ik nog wat meer weten, Spirit? Extremiteit. Het kan goed zijn dat je echt aan het lijden bent. Dat je te maken hebt misschien met een dominante partner. Of dat je heel veel ruzies hebt. In ieder geval, je zit echt op een hele slechte plek. Het is dus daarom ook noodzaak dat je eruit raakt. En misschien dat daarom ook Spirit jou wil ondersteunen om daaruit los te kunnen gaan raken. Ja, je voelt je soms helemaal alleen. Ondanks dat deze connectie waar je in zit jouw financiële zekerheid geeft, hè, met de 4 van 40, voel je je doodongelukkig, helemaal alleen in het donker. Misschien heb je ook klachten, depressieve klachten.
Ja, er gaat op een gegeven moment gewoon zijn tol eisen. Misschien ook wat lichamelijke klachten. Ja, kijk jezelf maar eens goed in de spiegel. Wees niet bang van wat je dan ziet. Die zelfreflectie is heel belangrijk, zodat je toch losraakt uit deze situatie die ontzettend toxic, ontzettend giftig voor jezelf aan het worden is. Het water staat je al aan de keel, dus ik heb het idee ook dat je op een gegeven moment gewoon gaat verzuipen als je hier niet uitstapt. Die verandering die moet plaatsvinden door uit deze connectie te stappen, die is van heel groot belang voor jouw groei. En daarom is het ook dat Spirit zich ermee gaat bemoeien, omdat je het blijkbaar zelf niet kan of zelf niet durft. En normaal gesproken is Spirit niet zo dat ze daar zich dan mee gaan bemoeien. Maar ik denk dat je een groter goed hebt. Ja, je hebt een bepaalde missie, denk ik, met die Past Life Soulmate of met die Soulmate. En vandaar dat Spirit jou gaat helpen om hier toch los uit te raken. En dat kan niet anders of dat je een grotere doel hebt, een grotere missie, want ze zijn niet zomaar voor iedereen bezig. 9 van de 10 keer mag je het zelf op eigen kracht uitzoeken om uit een situatie te raken, maar in dit geval krijg je hulp. Het kan ook goed zijn dat je hulp hebt gevraagd, maar dan nog, dan is het niet vanzelfsprekend dat je dan ook hulp krijgt. Dus nogmaals, het is een speciale connectie wat jij hebt met die soulmate, die past life soulmate. En die groei moet er zijn tussen jullie beiden. En daardoor moet er wat veranderen en daardoor gaat er ook iets veranderen. Iets wat je niet ziet aankomen met de volle maan. De volle maan, zoals jullie weten, staat ook voor loslaten. Dus misschien is dit het ultieme moment om ja, die oude relatie waar je zo onder gebukt staat, gaat, om die los te moeten laten. En hoe dat dan vorm gaat krijgen, ja, dat is een spirit. Als je zegt van ik wil graag weten hoe het verder gaat, dan mag je altijd contact met me opnemen voor een privé-reading. En anders heel erg bedankt dat je weer gekeken hebt. Als het resoneert, mag je liken, je mag delen. En vergeet je ook niet te abonneren, zodat je niks meer hoeft te missen. Dank je wel. Heel veel liefde en licht. Namaste.